special welcome to the keynote speakers of today, Caroline Hummels and Karen Pang. Ik heb een design achtergrond en we doen heel veel onderzoek en over design en we maken heel veel designs en ik doe het mijn vakgebied. En sinds een tijdje zijn we ook heel erg bezig met health and well-being. Dus ik denk dat ik de twee werelden mooi bij elkaar kan brengen. Running a group called Designing Quality in Interaction. So that means from a design perspective, we also look at the way that we interact with the world and the way that we interact with each other. And what can design do in there? Als ik kijk naar het World Health Design Forum, vind ik heel mooi dat je verschillende expertises bij elkaar brengt. En dat merk je ook in alle praatjes. Sommigen komen vanuit een design tak, sommigen meer vanuit een engineering, sommigen meer vanuit een health perspectief. En die komen eigenlijk allemaal bij elkaar, maar omdat ze allemaal een ander perspectief geven, kan dat elkaar heel erg versterken. We are experts, every single one of us. We are experts in what we should be doing. But do we do it? No. We sit on the sofa next to a pile of cakes, or we go and have a McDonald's, or we join a gym and then we forget to go, or we eat some fruit and then forget later on and have a bottle of wine and crisps and cakes. My message is about doing. So my message is all about what happens when the talking stops, what happens when you've been inspired or had a great idea, how do you actually put it into practice? So what are you going to do afterwards? What are you going to do after the conference? What are you going to go and do differently? And what perhaps do you need to do differently in your own life to make sure that you're maintaining a healthy lifestyle and getting the most from life? And it's time to stop telling people what they should do, okay? It's time to help them to take action, to help them translate all that knowledge, all that awareness into behavior. Waarom ik hier ben, is de innovatie dichter bij de zorg te brengen, bij de healthcare. En dat is mijn doel, om hier geïnspireerd te raken. En dat ben ik vandaag ook geworden door verschillende sprekers. Ja, ik heb wel een paar dingen waar ik me dan op focus. Ik denk van, dat vind ik heel interessant. Ik vond bijvoorbeeld gezond licht, healthy light, een heel interessant stuk. Omdat het toch heel veel invloed heeft op mensen's gedrag. En dat er toch eigenlijk heel weinig aandacht voor is op dit moment. Dat er toch veel te veel mensen met dementie of zo eigenlijk te donker leven. Als je gedrag van mensen wil veranderen, moet je soms over heel andere manieren nadenken dan over een nieuw kastje om iets te meten of rond gezondheid. Dus we hebben eigenlijk al heel lang de overtuiging dat als je de expertise kan gebruiken van creatieve mensen, dat die eigenlijk op een hele goede manier kunnen helpen om nieuwe mogelijkheden voor mensen te ontwerpen die niet vanuit de techniek bedacht zijn. Uiteindelijk wij als provincie proberen een platform te bieden voor mensen om en met nieuwe kennis in contact te komen en met nieuwe mensen in contact te komen. Dat zijn de twee belangrijkste doelstellingen en die lukken op dit moment tijdens dit event prima.